Lang geleden, rond het jaar 2012, testen we onze medicijnen nog op dieren. Idioot, want die reageren heel anders op medicijnen dan wij. Onderzoekers uit verschillende disciplines, zoals de biochemie en de farmacie, dachten hier een oplossing voor en maakten een einde aan dit onmenselijke gedrag tegenover dieren. Orgaan op een chip. We gebruiken restweefsel van een bepaald orgaan dat is uitgenomen bij operaties en niet nodig is voor pathologisch onderzoek. Hiervan wordt een dun laagje in de chip gedaan en voorzien van kunstbloed met daarin het te testen medicijn. Zo kunnen we veilig testen of en hoe iets werkt en of het te testen middel gevaarlijk of schadelijk is. Rond 2012 kwam de doorbraak met darm- en leverweefsel. In de jaren die volgden werd het principe verder uitgewerkt. Dat zorgt ervoor dat we nu geen konijntjes meer nodig hebben, behalve om te knuffelen.